Hallo. Hallo, ik ben de Messer. Hallo, ik niet. Maar ik ben iemand anders. Hallo. Maar ik ben iemand anders. Dat is man Beer. We gaan vandaag weer proberen. De alchemist vervangen. We hebben een potion bij ons. Een range potion die we hebben gekocht. Ongeveer 10% increased. Critical strike chance. Critical chance. Ik weet niet of dat aan mijn kop range wapens werkt. Maar dat neem ik aan wel. Zal niet melee strike toestand. Dan hebben we nog een Swiftness Potion, Ice Cream Potion, Heart Thief Potion en voor Wanbear ook een Archery Potion. Dus hier, ik weet niet. Want Wanbear die gaat. Waarom loop ik eigenlijk deze kant op? Wanbear die gaat. Oh, je bent nou helemaal daar. Ja, maar ik liep naar de oceaan toe alsof ik visrolweringen. Mag ook. Nee. Goed, maar de Alchemist die heeft dus minder health. Maar is lastig te raken, aangezien hij heel snel weer. Dus daarom hebben wij een mooie boog. Kijk, Wanbear schiet eens. Daar, hier. Kijk, hij heeft zo'n boog, schiet hier en dan. Oh, zie dan. Kijk, en doet ook nog Venom. Oh. Dan komt het pijn zijn uit de lucht valt. Drink even alles op. Ja, nou, Venom pijltjes. Heb je alles op? Ja. Ja, nu worden ze boos op ons hoor. Hey. Auw, Jan. Koepel is weg. Hallo, hallo. Ja. Oh, oké. Okay. Mag ik hier beluven? Nee, man, ben je help nou. Oeh, dit gaat niet goed. Waar is die? Hallo, joh. Oei, oei, oei. Kom erbij. Oh, ik moet nog mijn mana potion drinken, snel. Zo. Waar is die? Oeh. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hij heeft minder help als Golem. Hou dat er ook. Nou, zo lijkt het niet. Nee, maar ze zeggen het wel. Oh, dat gaat prima. Maar hij is wel immuun voor alles. Oké, nu heeft hij de twee. Nu heeft hij twee van zichzelf. Nee, waarom komt er nou ineens een wevern? Wat is dat voor wevern? Dat is toch een wevern? Dat is wel gewoon een wevern. Oh, dat is daar. Dat is ook een wevern. Ja, hij spalt ook rare dingen, maar dat was echt een wevern. Hoe ik ga dood. Als je dat nou even niet doet. Is dat erg of niet? Ja. Oké. Okay. Want ik kan niet healen nu. Probeer dan gewoon nog. Alloo. Als je doodgaat ben je al je potions weer kwijt. Oké, Ik ga ook bijna trouwens. Ja. Ga ik proberen niet te doen. Oeh, ik moet het nog even 12 seconden volhouden, weet je. Ja, ik nog even. 5. 5, 2, 3, 2. Nee, drink maar, en dan is het allemaal nog 11 erbij ofzo. Oh nee! Dankjewel. Okay. Oh! Oh nee. Ja, nu ben ik in paniek. Oeh, zeker met dat ding erbij. Oh man, Ber, kom op. Spannende muziek. Oh man, nee! Nee! Oh my! Nee, wat? Was hij dood? Ik zag iets kapot gaan. Nou, was dat beest niet? Ik weet niet hoeveel levens die nog had. Heel weinig. Ja, maar dan zie je toch staan, has been feed. Ja, maar dat was het niet wel anders. Holds. Oh jee. Kan wel, dus. Maar die boog, die doet echt heel goed. Nou, weet je. Ja, dat gaan we later nog een keer proberen. Ja, straks. Alweer. Als die weer iets valt, dus mensen. Kunnen we misschien wel even die klok gebruiken? Is die klok misschien nog ergens goed voor? Hè? Nieuws. Oh. Ik nog even healen. We hebben niet alle potions meer, maar we hebben nog één iron. Die geef ik dan aan jou. Dus jij staat over het algemeen bits bij. Ja. Dan drinken we nog alle twee reach potion. En voor jou een archery. Huppa. Ja, die weven, dat was het gewoon man weer. Oeh, verder van potion, is dat niks? Nee. Niet. Nee, misschien is dat niet helemaal, hè? Nee, want dan gaan we. Nee, dan gaan we juist heel langzaam doorheen. Ik kan die onder maar gebruiken. Nurse. Oh nee, ik hoef niet schiet hoor. We hebben trouwens volle levens. Top, top. Oké. Okay. Je skipt de day. Oh, maar wacht hoor. Oh, je bent al. Wacht even. Ja. Is hij weer? Ja. Mooi. Klopt nou ergens goed voor. Geef jou even de potions.
Zo. Wat is dit nu weer? Och nee, niet, laat hem hier niet scannen, laat hem nee! Ik liep toch weg? Niet nu. Oh, mensen. Hé, maar ik liep toch weg? Dat werkt dan niet zo. Nee, je moet hem doodmaken. Ah, oh, ja, wist ik niet. God, een tortje toch. Waar loop ik naartoe? God, hebben ze me confused. Ik heb net allemaal potjes opgedronken, dit is echt. Oh, nou, mensen zijn zo bij terug naar kort en klaar. Maar. Zo, hallo, ik ben de beste. Zo, hallo. Dat is Manbear. Potjes erin. We gaan weer proberen tegen de Dark Hulk te vechten. We hebben weer nou potjes. Ho! Nou, here we go. Dat ging wel snel. Ho! Ho, waar gebeurt hier? Oh, kom joh, hallo joh. Oh, zo, staat ineens hier. Oeh! Je loopt ook duizenden keer tegen hem aan. Au, au. Oh, oh. Pak hem! Pak hem, smeer! Smeer al! Smeer! Oeh, wel. Nou, dat doet wel een beetje zeer. Hallo, hallo. Nee! Oeh! Ah, jee, jee, jee. Oh, bal. Oh nee, waar val ik nou in? In een gat. Lolio. Oh nee! Ik moet best lang wachten voor die rock potions. Echt, hè? Ja, ik word nu een beetje ingemaakt door hem. Ik ook. Vorige keer ging het naar mij niet beter, maar... Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Nee! Nee. Jo. Manbear. Oké, okay, anders zou gewoon wegrennen. Gewoon wegrennen dan. Gewoon wegrennen. Ja, dat gaat niet. Manbear! Kom op! Ik ben er, ik kom eraan, zo snel mogelijk. Blijf in leven. Nou, ik ga een wurm halen. Ik kom eraan. Oh ja, natuurlijk. Ik ben er. Oh, ik ben er hoor. Hallo, joh. Oh, wacht, blijf in leven. Ja, ik heb net. Ik heb, shit! Ik heb net ook even kunnen healen bij de nurse. Dus. Oké, als jij een beetje blijft ontwijken. Ik doe mijn best. Ondertussen schiet ik ook een beetje op hem. Ik weet niet precies waar die is, maar. Hallo? Oh! Oeh! Ja! Hallo! Oké, okay, die stomme draak van hem is neer. Waar is hij? Ja, hier, voor mij. Oeh, ik ga echt dood. Nu al. Ik weet niet waar die is, ik schiet maar gewoon een beetje. Bij mij. Kom eraan. Oh nee! Nee, ik ga echt heel erg dood. Ah! Oh. Blijf even neus meer. Ik moet doen, mama, hij is bijna dood. Ja, ik ren weg. Ik dacht even dat ik hem afsla, stomme rel. Ja! Oh! Zo. Waar is de loot? Wacht even, Manbear. Wat is? Oh, hier zo. Wat is dit? We hebben een prestatie. God, ga weg, Swine. Wat heb ik eigenlijk voor prestatie? Celestial Creatures are invading staat er, oké. Nog. Maar goed, Obsessive Devolution. Of wat? Evolution, juist. Ik heb van hem gekregen een Ancient Manipulator. Can we place use craft items from the Lunar Fragments and Luminite? Oh ja, gaaf. Verder niks, ik weet niet of jij het hebt. Maar hier, nee, maar, waar jij nu staat, was die volgens mij, had ik hem ook. Oké, wacht. Oh, we hebben hem mee. Hallo. Mozes, griebel. Wat laat hij allemaal vallen? Oh, dat is het enige wat hij laat vallen. Oké.
Qua NS, het trofee en zijn mask. Ja, het over. Mask. Maar hoe krijg je die? 222 damage. Macht, de Moses Keeble zeg. De 14 de Lunatic Cultist initiates the Luna Event. Huh. Which includes the Four Celestial Towers. Ja, maar... Oh, man, kijk eens op de map, zoom eens uit. Ze staan er al. Wat? Zie ze? Ja, kijk. Nee! Stardust Pillar, Solar Pillar, Vortex Pillar en Nebula. Nebula, hè? Maar wat moeten we daarmee doen? Ja, daar... Nee, niet naartoe gaan hoor, maar daar, ik weet wat er aan de hand is, niet op zoek hoor. Daar, als we daar naartoe gaan, moeten ze volgens mij die pillen gewoon kapot maken. Maar ondertussen worden we aangevallen door heel veel rare beesten die we nog nooit hebben gezien. Gaat ze toch opzoeken? Nee, ik wou wat anders opzoeken. Oké, er zit er dus eentje in de Crimson, eentje in de Sneeuwbiome. Er zit er geen bij ons huis, wel dichtbij, de Vortex Pillar. En de Nebula Pillar zit zeg maar net na de dungeon. Jungle. Dus... waarom moest ik dat op zoek hier? Ah. Oh ja, je moet wel allemaal van die fragments hebben. Oh, vandaar. Je hebt de... Je hebt Stardust Fragments, Solar, Nebula en Vortex Fragments. Waarom zijn er zoveel slimes eigenlijk? Kun je echt super gave dingen mee maken. Ja, tuurlijk. Dat zal wel. Laten we naar huis teleporteren, laten we niet gaan lopen, want dan ben ik bang dat we die towers activeren. Ja, hier is het gewoon rustig, smeer. Oh, ik ga die tafel neerzetten, dan ga ik iets neerzetten. Hier, kom. Hij ziet er wel gaaf uit, kijk eens. Wacht. Ja, ja. Oh, man, kijk dan. Maar je kan nog niks, nee, we kunnen niks maken, nu. Nee, maar er zijn genoeg, er zijn echt heel veel recepten volgens mij die nieuw zijn met dat ding. Ja, maar dan moeten we Lumite hebben, toch? Maar dat... Ik weet niet hoe we dat vinden. Dat is de vraag. Oh. Ben je wel heel benieuwd, hoor, hij. Oh ja, maar heel veel van die dingen, daar moeten we van die segments voor hebben. Ja, die vind je van... Ja, ik weet het niet. Welke, het ziet erop voor de pillars. Welke zullen we eerst doen? Ik heb het idee, degene aan de... Waar gaan we meer naartoe? Rechts of links? Ja, rechts, hè. Of links, hè. We gaan eerder, ja, gewoon over het algemeen. Lopen we eerder naar links of lopen we eerder naar rechts? Over het algemeen lopen we meer naar links. Richting de snowbiome links. Ja, dan denk ik dat we de eerste... de solar pillar wordt die we moeten... Ontdekken. Ja, we kunnen wel even kijken, want sowieso als hij ons dood maakt, dan blijven ze volgens mij gewoon staan. Kom, ik pak een potion. Oh, ik hoop het, want je moet veel van dat spul hebben. Ja, maar als je hun verslaat... Om dingen te maken. Als je hun verslaat, dan is het natuurlijk voorbij. Maar dan weet ik veel, misschien komt de Lunatic Cult of Sam terug. Hier, Malbert. Weer een hoop potions. Ja, ik weet echt totaal niet wat we kunnen verwachten. Ik doe dat ook even. Minions. Mama heeft ook ufeltjes gekregen van de Luna of van de Martian Invasion. Martian Minions. Wacht nou. Ja, ja. Zij aan zij. Heb jij je minions bij wacht, je? Nee, wacht. Oh, ik dacht dat ik zie ze niet meer. Nee, wat? Ik had het anders denk ik ook wel zelf. God. Oké, nou, we zien nog niks. Oh, daar hij. Watercandles, dat zou ook helpen. Ik hoor iets nu. Ik hoor ook wat. De lucht wordt een beetje... Oeh, een gigantische... Oh, er komt al wat aan hier. Wat is dat? Hier, man! Wat gebeurt hier allemaal? Mama, kijk wat dit is! Zo'n beest. Ja, man, ik zie zoveel beesten. Ik kan niet even stilstaan en kijken naar iets. Oh, jee. Maar waar is die pilaar? Die zit ik ga er niet verder. Ja, ik ga er niet eens op af, want ik ga dood door dit. Machtig, Moses Keeble, man. Wat is dit? Allemaal meteoren op de achtergrond. God, man. Jee, mech, man. Maar heb je dan ook... Ik ga even bij die pilaar kijken. Heb je dan ook... Blauwe beesten bij de Stardust pillar. Oh jee, maar die pillar. Hoe gaaf. Maar je kan hem niet slaan.
Wauw, hé. Nee. Wauw, hé, paf. Ah, man, dat ding ziet er gaaf uit. Oh. Goed, nou. Ik weet alleen niet hoe je dat dan verslaat. Dat heb ik even geen idee van. Oh. Ja, ik ga al dat. Oh, oh oké. Okay. Oh, dat is wel handig, hé. De Traveling Mercy verkoopt de Celestial Magnet. Increases pick-up range voor Mana Stars. Koop ik even. En dan ga ik kijken, want het is ook nog materiaal. Hé, hey, het gaat regenen. Oh, Celestial Cuffs. Magic Cuffs. Increases maximum mana bij 20. Restores mana when damaged. Oeh jee. Daar moet ik cuffs voor hebben, maar hoe krijg ik cuffs? En een Celestial Emblem. Increases pick-up range of Mana Stars. En 15% increase magic damage. Ja, die kan ik maken, nee niet. 15% kijken naar die 15% increase magic damage. Dit is ook 15%. Oké. Okay. Kan jij dat even snel voor mij opzoeken? De magic cuffs. Magic cuffs. Zowel hand cuffs, zeg maar. Ja, ik weet niet, ik heb geen idee. CUFFS. Ja. Hoe je die krijgt, want. Die maak je met een mana regeneration band en een shackle. Een mana regeneration band en een shackle. Wat? God, ja, die hebben we waarschijnlijk al niet meer. Dat zal rooien. We zijn niet goed nee. Dan. Ja, daar kan ik iets leuks mee maken. Dan is mijn mana, dan heb ik één extra mana steen afgemaakt. Wat kan ik hier nog mee? Ja, dan kan ik een. Dan kan ik weer. Nee, wacht. Dan kan ik weer een Avenger emblem mee maken. Want jij hebt mij toen zo'n Sorcerer's emblem gegeven. Ja. 15% increase magic damage. Maar die kan ik combineren met die Guardian Celestial Magnet. En dan krijg ik. Dan heb ik ook nog. Dan heb ik precies dezelfde. Waarschijnlijk niet increase magic damage. Maar. Dan heb je zo'n. Increase pick-up range voor mana stars. Dan heb je zo'n emblem. Ja, zo'n Avenger emblem heb ik even nodig. Ja. Die had ik ook gebruikt voor mijn Power Blows. Of wat zijn die dingen die ik heb? Niet zo. Ja, nee, Soul of Might. Fire Gauntlets. Soul of Sight, yes. Moet ik het even maken? Dan laat maar in de Mithril en Veil gaan maken. Nee. Waar maak ik dat? Waar maak ik zo'n emblem? Zeg ik niet, hè? Wat? Nee, laat maar. Tinker's Workshop. Daar maak je hem in. Oh, ik zie hier trouwens, als je van alle fragments 20 hebt, kan je Celestial Sigil maken en daarmee summon je in de Moonlord. Oh jee. Nou, moet ik ook weer in Tinker's Workshop. Doe nou. Juist. De Celestial Emblem. Increase pick-up range voor Mana Stars en 15% increase magic damage. Huppa. Wat? Oh, met die Vortex fragments kan ik die goede boog maken. Oké, okay, ik heb nu iets goed. Oh, en voor Vortex draaien. Ik ga hem nog even. Ja, ik wil Stardust Fragments. Forge, ja. Stardust Fragments. Ja, maar... Daar kan ik wel wat gaas mee doen. 18 moet ik hebben. Ja, natuurlijk. Oh, je kan er ook vleugels mee maken. Plus 20 mana. Man, dit is goed hé. Ik heb hem gereforged en nu heb ik een Arcane Celestial Emblem. En dan krijg ik ook nog plus 20 mana. Heb ik eigenlijk met die cuffs erbij. Dat heb ik gewoon nog bij. Ik heb nu een extra mana kristal. 280 mana in totaal. Jij? 300. Ik ga ook mijn sterkte. Dat bedoel je toch? Ja? Ja, 300 staat. Hoe kan dat hebben? Hoe kan dat? Weet niet. Dan heb jij iets aan. Oh jij, dat arme, dat pakje zeker. Oh, en kies max mijn mana bij 80. Ja. Of mijn borstplaat. Oké. Okay. Nou, geef niet. Ik heb van die mana regeneration. Ja, ik wou dat ook niet van die. Ik wou dat die meer minions deed, maar dat doet mijn helm. Ja, jouw rare. En mijn schoenen. Wat is dit? Hoeveel defense heeft eigenlijk jouw pakje? Iets minder dan het oude. Ja, maar. Nee, je helm. Oh. Je helm, hoeveel defense? 6. Oh. Ja. Nou, dan heb ik liever de Spectre Mask. 18 defense. En dan de Rogue. 14, de schoenen 10. Oké, okay, ik heb 6, 12, 8.
Dus minder als Meatumor. Wat is dit ook weer? Nou. Ik wil graag de Stardust Frequence. Nou mensen, dat was dat. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Serpent's Diamond of My Man's. Ik zei ook dus. Die abonneer niet meer, maar goed, lekker op Lime. We hebben de Lunatic Cultist geslagen en dan gaan we de volgende keer misschien kijken bij die torens. Ja, dat weet ik wel zeker. Voor jullie in ieder geval. Wij gaan misschien nog even een aantal andere dingen doen. Voordat we naar die torens gaan. Misschien vanzelf. Tot de volgende keer. Dag hoor. Dag hoor.